De deelnemers aan de Special Olympics werden vrijdag uitgezwaaid toen ze vertrokken naar Twente. Vooraf gaan ze naar het Olympisch dorp in Enschede. En van daaruit gaan ze vandaag naar de openingsceremonie. En die is in het Fanny Blankenskoen stadion in Hengelo. Deze speciale Olympische Spelen zijn niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor de deelnemers. We zien dat de ontwikkeling van deze meisjes en jongens, dat die een absolute boost krijgen als ze aan zulk soort evenementen mogen en kunnen meedoen. De delegatie uit deze regio bestaat uit zwemmers van Aqua Novio 94 uit Nijmegen en voetballers van Woezik Plus. Ik doe oorspronkelijk waterbasketbal, alleen bij de Special Olympics ga ik wedstrijd zwemmen. En dan ga ik de borstkrabbel, rugkrabbel en de estafette doen. Ja, ik vind het super leuk, want 4 jaar geleden ben ik ook gegaan. En ja, het is gewoon een leuke ervaring. Het is altijd gezellig. En ja, het voetballen is gewoon altijd leuk. Het is mijn eerste keer. Ik vind het hartstikke leuk. Dus ik ben benieuwd wat het brengt. Meedoen is misschien belangrijker dan winnen. Maar als je er dan bent, wil je natuurlijk ook zo hoog mogelijk eindigen. Het zou mooi zijn als ik goud, zilver of brons haal. Maar ik sta er heel neutraal in. Ik hoop voor de eerste prijs. Maar ja, we zien wel waar het komt. We gaan ons best doen. Sporten is voor iedereen belangrijk, dus net zo goed voor Special Olympics deelnemers. Net zo goed als de reguliere sporten aangemoedigd worden, worden ook de aangepaste sporten aangemoedigd. En dat is voor onze deelnemers echt van essentieel belang, dat ze gelijkgesteld worden aan welke andere sport of sporter ook.